Castenay is een dorpje in Noord-Frankrijk, gelegen aan de Maas, met ongeveer 2500 inwoners. Aan de hand van een soort speurtocht voor de jeugd van 6 tot 14 jaar, die ik vond in het douchegebouwtje van de camperplaats in Castenay, maken wij deze wandeling. De opdracht is om de mascotte van Castenay te vinden, de Diablotin, een soort duiveltje die geluk brengt. En passant kom je langs enkele bijzondere plaatsen in het dorpje. We gebruiken het kaartje op bladzijde 2 van het boekje. Wij beginnen onze wandeling op de camperplaats. Hier gaan we de loopbrug over en gaan dan rechtsaf, naar het jachthaventje, waar ook het VVV-kantoor is. In dit haventje kunnen boten tot 38 meter lengte afmeren. Vroeger werd hier allerlei handelswaar aangevoerd, waaronder vis van de Noordzee. Die werden dan gezouten op het terrein wat nu de camperplaats is. Via binnendoorweggetje, waar enkele kwekerijen zitten, komen we bij het voormalige klooster van de Minimus. Het is nu een school. Even later komen we bij de kerk van Saint-Grégoire de Grote. Deze is in 1830 gebouwd in de toen populaire neoclassieke stijl. Bovenin zie je de vier evangelisten van het Nieuwe Testament. De twee standbeelden links en rechts zijn Sint-Pieter en Sint-Paulus. Even later komen we op de Place de la République. Dit is de achterkant van het gemeentehuis, het Hotel de Ville. Midden op het plein staat de muziektent. Dat heet hier kiosk. Vanaf de kiosk maak ik nog een opname van de voorkant van het gemeentehuis. Deze pizzeria staat niet op de wandelroute. In de reviews van de camperplaats, op de website Campercontact, stond te lezen dat de pizza's uit deze automaat goed te eten zijn. We lopen weer verder en op nummer 27 van de Rue General de Gaulle zien we deze zonnewijzer, die dateert uit 1634. Hij doet het nog steeds. Aan het einde van de straat staat dit mooie poortje uit de 18e eeuw. Op de Place de l'Artillerie staat dit monument voor de gevallenen, ontworpen door de architect Baudouin. Het beeld is gemaakt in 1923. We lopen de Rue de la Citadelle in, dan komen we langs het biermuseum. Het is het grootste biermuseum van Europa. Een leuk museum, maar we hebben dit al twee keer gezien. Ik laat nu alleen deze oude wagon zien, en de restanten van een stoomketel en stoommachine. We steken de weg over en lopen het Parc de la Forge in. Dit is nu een openbaar park, maar het was de achtertuin van de meestersmid. De smederij was in gebruik van 1776 tot 2005, dus 229 jaar. Vervolgens komen we aan de achterzijde van het biermuseum. Hier is een kruidentuin, met allerlei geurige kruiden, die bij de bierbereiding gebruikt werden, zoals hop. Ten slotte komen we bij de oude watermolen. Als we de weg oversteken, zijn we weer bij het officiële vertrekpunt, het VVV-kantoor. We lopen nog even terug het stadje in en drinken wat op een terras. Het terras was helaas in de schaduw, dus best fris. Dus terug bij de camper nog wat in de zon gedronken. Na het eten laat ik nog even de drone uit. Daarvan zijn deze beelden. Ik vlieg hier over de rivier de Maas. Thank you.
was een leuk weerzien met Stine. Wie weet, arrivoir.